tot u een woordje te mogen zeggen in verband met de liturgie van Goede Vrijdag. Vandaag herdenkt de kerk het uur waarop het mysterie van de boosheid al in zijn greep had. Judas, het Joodse volk, de overpriesters, Pilatus, de beulen en zelfs Petrus die de meester verloochend heeft. Op de achtergrond hebben wij het drama van onze eigen zonde. Vandaar dat de kerk met Goede Vrijdag in rouw en boete is. De eerste dienst die wij in de kerk hebben is de kruisweg om 3 uur. We nodigen u uit om de kruisweg samen met ons te doen. We zullen de kruisweg nemen die gemaakt is in de tijd voor 1954, voor het Mariajaar, en die heel nauw gaat naar de teksten van Pius de XII. Na de kruisweg vangen wij dan de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid aan. Maar de allerbelangrijkste dienst van Goede Vrijdag is wel de namiddagdienst. Dat is de liturgische eredienst van de kerk. En die begint om 6:30 s'avonds. Wat is vandaag de sfeer in de kerk? Je hebt het al gezien, alle versiering is van de kerk, uit de kerk verwijderd. Het altaar staat naakt en leeg. De kleuren van de gewaden zijn zwart. En zo diep de treurnis is, zal er toch een lichtje zonneschijn zijn. We mogen ook deze dag de communie gaan. We mogen al de vruchten plukken van het lijden van ons Heer op het kruis. Wat is onze gemoedsgesteltenis? Wij christenen, wij leven van de hoop en we kijken vooruit. We hebben tijdens de avondmis op Witte Donderdag hebben we gezien dat Jezus zich heeft overgeleverd uit liefde tot ons om ons te verlossen. Vandaar dat onze droefheid getemperd wordt. Wij zijn verlosten dankzij Jezus. Dankzij het lijden van Jezus zijn wij verlost. En dat geeft ons vreugde. Van de namiddagdienst opgebouwd. Er zijn 4 grote delen. We hebben in de eerste plaats de lezing. Dan hebben wij de plechtige gebeden. Nadien de verering van het kruis. En ten laatste de heilige communie. Waarover gaat het eerste gedeelte, de lezing? De eerste lezing die gaat over het lijden en de opstanding van de Heer. De tweede lezing die spreekt ons over de voorschriften omtrent het eten van het paaslam. En dat wordt nu, met Goede Vrijdag, wordt al die figuren die worden één voor één door Christus beleefd in bewaarheid. Christus is het paaslam, zijn bloed zal ons redden, zoals in de tijd het bloed van het lam op de lijsten van de deuren moest geplengd worden. En daar waar het bloed op de deuren geplengd was, daar ging de verderfengel voorbij. Met andere woorden,
al die in het, zich hun zonde wassen in het bloed, die komen in de eeuwigheid. Dan hebben wij, na deze twee eerste lezingen, hebben wij de passie volgens Sint-Jan. Het tweede gedeelte handelt over de plechtige gebeden. Wat is de inhoud van deze plechtige gebeden? De priester doet een zwarte koormantel aan om te bidden, om aan te geven, nu gaat er iets heel belangrijk gebeuren. En inderdaad, we hebben juist het lijden van Christus gehoord, het evangelie van Sint-Jan, en op basis van dat lijden gaan we aan God het lijden aanbieden en we nodigen de gelovigen uit om mee te bieden en dan zal de priester bieden voor diegenen die nog niet tot de kerk toebehoren, of diegenen die in schisma zijn, of in ketterij. We bidden voor de Joden, dat ze zich bekeren, enzovoort. We bidden voor de bisschop, voor de paus. Dus alle noden van de kerk, die worden met Goede Vrijdag aan God aangeboden. Op basis van het bloed van Christus vragen wij daartoe hulp. Het derde deel is de verering van het kruis. Hoe vereren wij vandaag het kruis? De priester zal het kruis binnenbrengen, nog onder een doek, en zal systematisch het doek wegnemen en weer zal het kruis zichtbaar zijn. En tot drie keer zal hij uitnodigen om te aanbidden. En dan zingen wij, wij aanbieden u. Het kruis dat aanvankelijk een schandehout was, wordt nu een instrument van verlossing. En de gezangen, de klaagzangen, die geven dat heel mooi weer. En uiteindelijk wordt het jubelzang, want dankzij het kruis zijn wij gered. De priester zal dan als eerste, de celebrant, het kruis vereren en doet daartoe zijn schoenen uit. En zal drie maal knielen om aan te geven, dat is het instrument van onze verlossing. Het vierde gedeelte is het gedeelte van de heilige communie. We kunnen ons de vraag stellen, kunnen wij vandaag de communie gaan? Want er is geen mis. Ja, wij willen vandaag, wij mogen de communie gaan. Want de communie gaan is de eerste vrucht van het kruisoffer van Christus. Dus wij zijn blij dat wij op Goede Vrijdag de vruchten van het kruisoffer mogen plukken. Beste mensen, als de eredienst van Goede Vrijdag gedaan is, dan blijven we in stille verwachting tezamen met de Moeder Gods op Pasen. En dan bereiden wij ons zachtjes voor de paaswaker. En daarover gaan we u de volgende keer spreken.